oorspronkelijke planning. Want D66 is vandaag dus al met excuses gekomen. Ja, het was niet meer te houden, denk ik. De nationale opheffen, of misschien de media-hetsen, zoals het bij D66, of zoals Van Drimmelen het gisteren noemde. Maar we hebben zojuist excuses binnengekregen van de partij D66 en ook van Sigrid Kaag, de partijleider. Die gaf een ingelaste persconferentie zojuist. En zij zegt, je kende eigenlijk de inhoud niet van die vertrouwelijke notitie over grensoverschrijdend gedrag uit het Bing-onderzoek binnen haar partij. Ik heb ook contact gehad met het slachtoffer. Maar ja, ik heb gezegd, het is toch een extern onderzoek. En luister even, ze noemt het kwalijk wel hoor, Kaag zojuist in die persco. Er zijn de afgelopen weken vragen gesteld of aannames gemaakt over mijn rol. Voor, tijdens en na het Bing-onderzoek. Kende ik de inhoud van de vertrouwelijke bijlagen? Nee, nog steeds niet. En dat is terecht. Deze bijlage was en blijft vertrouwelijk op uitdrukkelijk verzoek van betrokkenen. Heb ik contact gehad met de vrouwelijke betrokkenen? Ja. Ik heb haar 2 maal telefonisch gesproken na de aankondiging van het onderzoek in december 2020. Ik heb haar, ondanks haar twijfels, aangemoedigd deel te nemen in het onderzoek. Ik heb ook gezocht... ook gezegd dat het onderzoek onafhankelijk moest blijven in het belang van de bevindingen en om serieus met de signalen om te kunnen gaan. En dat er daarom voor mij als politiek leider van D66 geen rol was belegd in het onderzoek. In april 2021 wendde zij zich nogmaals tot mij per sms. Ze wilde met mij spreken over de vertrouwelijke bijlage bij het rapport dat volgens haar een andere conclusie zou trekken. Ik heb dit onmiddellijk onder de aandacht gebracht van het landelijk bestuur, omdat ik zelf de inhoud van de vertrouwelijke bijlagen niet kende en niet ken tot op de dag van vandaag. Al dus Sigrid Kaag op die persconferentie die nog steeds gaande is, ja, een tamelijk procedureel antwoord van de partijleider. Die zegt, ik was wel afstandelijk, ik had misschien anders kunnen handelen, maar ja, dingen gaan nou eenmaal fout in een organisatie. Al dus Sigrid Kaag, zojuist. Nou, wat ik ook heb begrepen is dat zij zegt, ik had mij graag wat eerder en wat duidelijker willen uitspreken, maar grondigheid is ook belangrijk. Ja, zijn dat nou excuses of niet? Vond ik ook een opmerkelijke uitspraak. Dat was eigenlijk de introductie van haar verhaal. Grondigheid, we moeten de procedures volgen, het moet onafhankelijk gebeuren. Ja, en daar mist toch een beetje die menselijke maat waar het altijd over gaat in Den Haag. Als iemand jou opbelt met de vraag, dit gaat zo niet, ik voel mij wel bedreigd. Neemt u dat serieus als partijleider? Dat heeft ze dus niet gedaan. En dat blijft natuurlijk wel een pijnlijk punt voor Sigrid Kaag. In deze MeToo-affaire. Want ja, dat geeft het partijbestuur nu ook toe. De voorzitter stond ook net de pers te woord. Er was sprake van grensoverschrijdend gedrag in 2015, in 2016. Ja, dat hadden we toch wel mee moeten nemen. Maar het stond in een vertrouwelijke bijlage. En ja, wat stond er nou eigenlijk in? Niemand die dat wist? Ja, dat is nu ook voor ons nog bijna een open vraag. Tot slot, hoe wordt dit nu afgehandeld? Want het slachtoffer zal toch op de een of andere manier, neem ik aan, ook vanuit de partij worden gecompenseerd, tegemoet gekomen worden. Is daar wat over bekend? Ik heb daar nog niets over gehoord. Ik denk niet dat de kous af is voor Sigrid Kaag met dit verhaal. Want ja, er zijn er nog wel wat open eindjes eigenlijk, als je dit zo hoort. Ik ben benieuwd of we de vertrouwelijke bijdrage ooit nog krijgen te zien. Maar zij staat er natuurlijk niet mooi op als partij. En ik denk dat daar nog heel veel schade voor en achter de schermen en wat scherver zijn op te rapen de komende dagen. Ook de leden willen gehoord worden. Er komt nog een partijbijeenkomst. Oh ja, hoe dit gaat aflopen. Maar Kaag, zoals we zien, blijft in ieder geval gewoon als leider. Die geruchten die kunnen nu wel even van tafel voorlopig. Sophie vanuit Den Haag, dankjewel.